Nou, goedemorgen. Het is heerlijk weer, hè, Britt? Ja, fantastisch. Ja. Wij doen vandaag de Battle Obstacle Run. En dat is zo gaaf. Je slingert over lianen, kruipt door de modder. Oh, we worden heel vies vandaag. Oh, maar dat gaan die kinderen makkelijk winnen. Neem ik de kinderen? Ik neem de leraren, want die zijn hier heel sportief. Kom, we gaan ze ophalen. Sportiefste leraren. Hey! 10 leerlingen die gaan, die doen mee. Wie zijn die 10 leerlingen dan? Ik ben Toon en ik zit op voetbal. Ik ben Melina en ik zit op ritmisch gym. Ik ben Bright en ik zit op voetbal. Zijn jullie een beetje sportief ook? Ja. Als we niet winnen, dan... Zeg het maar. Gelijk huilen. Ik ben Elijah en ik zit op basketbal. Hoi, ik ben Jaylene en ik zit op voetbal. Ik ben Julius en ik zit op judo. Ik ben Amaya en ik hou van voetbal. Wat doe jij dan? Zwemmen. Zwemmen? Ja, en op mijn telefoon. En op je telefoon? Ja, en fietsen. Dat vind je ook een sport op je telefoon? Ja. Ik ben Lisa en ik hou van voetbal. Ik ben Mustafa en ik zit op voetbal. Ik ben Ella en ik zit op hockey. Hoe sportief zijn de leraren? Ik heb ze wel een keertje zien rennen. En het zag eruit alsof ze oma's waren. En alles. Goedemorgen. Goedemorgen. Doen jullie aan sport? Fitnessen. Oh, oké, okay. Fitness. Hardlopen. Ik ben Bastiaan en ik ben leerkracht van 7-8. Ik ben Cindy en ik ben de eventmanager. Ik ben Laura en ik ben de intern begeleider van de onderbouw. Ik ben Lotte en ik ben de juf van groep 1-2. Hey, hi. Hallo. Hi. Ik ben de directeur van deze fantastische school. Heeft u een beetje vertrouwen dat wij als lerarenteam de leerlingen gaan verslaan? Ja, natuurlijk. Dit is een topteam. Ja? Ja. Ik ben Jantine en ik geef les aan alle groepen. Ik ben Vincent en ik ben de gymdocent. We zijn goed op elkaar ingespeeld in ieder geval. Oké, en wat weet je over onze concurrentie? Ja, het is veel praatjes, maar ja, of het echt gaat lukken, ik denk niet dat het. Ik ben Mili, ik geef les aan kinderen in kleine groepjes. Ik ben Juri en ik ben de gymmeester. Ik ben Wouter en ik geef les aan groep 7. Hey, jullie beloven mij dat we vandaag weggaan met die beker, toch? Ja. Door gaan, ja, let's go. Heel goed. Lekker hoor. Hey, die Vee. Hey. Hoe is het? Goed, met jullie? Oh, dan kan ik op zoek. Mag ik iets zeggen voor we gaan beginnen, Vee? Hallo. Tuurlijk, ja. Wij vinden dat Lotte, Lotte erg vals kijkt al naar ons. Oh. En dat Wouter ook denkt bij zichzelf, ik pak jullie. Ik vind dat nu nou, al een dat, beetje dat heb je goed. Ik sta hier tussen. Ik voel de spanning ook wel een beetje oplopen en dan. Ja. Ik snap wel dat jij bij de kinderen zit, want je bent er zelf één. Emotionele schade. Wat is dit? Ja, wat je om je heen ziet hier is eigenlijk nog een beetje kinderspel van wat we straks gaan doen. En welke dingen zijn dus belangrijk? Wat je... ja, het allerbelangrijkste is dat je goede teamwork hebt. Teamwork hebben? Ja. Goede kracht, dus ik wil die spierballen even zien van iedereen. Jij liet ze net al zien, spierballen. Kijk, en natuurlijk ook een beetje snelheid. Oké, Vee, we weten nu wat belangrijk is. Zullen we gaan trainen? Ja! Oké, waar beginnen we? Terwijl de leerkrachten nu aan hun spieren werken, werken wij aan ons teamwork. Wat gaan we hier doen? Nou, jullie zien een groot blauw zeil. Want we gaan straks ervoor zorgen dat we met z'n allen erop staan. Maar ondertussen vouwen wij dit zeil zo klein mogelijk op. Maar iedereen moet erop blijven staan. Je mag er niet af. Had ik ook een gymleraar? Hebben we ook twee. Een... Wie? Zijn... Wie? Vincent en? Juri. Oké, okay, Lotte, begin jij? Ja. Hey. Kom, we gaan daar eraf. Dan moet je er wel Hij moet iets verder, hij moet nog verder. Nee. Jawel. Lotte, wat doe jij op de school? Wat is jouw taak? Ik ben klunterjuf. Oké. Oké, wij hebben dus... Oké. Lekker, dit is meteen op teamwork. Hier, Lotte! Prima. Luister naar Amaya, hè? Je bent toch op de zwemmen. Goed hoor, dit. Kijk, dit gaat heel goed. Goed bezig, jongens. Ja. Oh, kijk nou, Ben. Oh nee, ja, de communicatie, daarvoor is het belangrijk dat we deze keiharde training hebben. Hangen, snel. Goeie. Blijf hangen, jongens, blijf hangen. Bas, wat doe jij op de school? Ik ben meester van groep 7-8. Ja. Ja, Bas is meteen lekker hoog. Bezig. Ja. 2, 1. Armen over elkaar. Okay. Gaan we winnen? Ja! Dit wordt helemaal leuk. Ik heb er zoveel zin in. Elijah, hoe vind je het om vandaag mee te doen? Leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat we op tv mogen komen en dat we allemaal leuke dingen mogen doen. Ik kon echt niet zo goed slapen, want ik
ging gewoon aan nadenken. Waarom hebben jullie ooit ja gezegd om hier aan mee te doen? Nou, gisteravond dacht ik eigenlijk, oh mijn god, waar heb ik ja tegen gezegd? Ik dacht in de koffiekamer van, oh god, weet je wel, deze zijn lui. Maar vanaf dat we op het veld waren, was het echt meteen het sportiviteit spoten vanaf. Echt, we hebben sowieso hebben we natuurlijk twee gymleraren, die zijn super sterk. Je moet een beetje als team functioneren. Dat zou misschien nog wel eens lastig kunnen zijn. Maar we hebben daar rekening mee gehouden. Vincent, voor jou als gymleraar moet dit een eitje zijn, toch? Ja, je zou zeggen van wel. Dus we gaan het straks zien. En voor je collega's? Voor mijn collega's? Ja, de een iets minder dan de ander. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik denk dat het heel close is. Maar uiteindelijk gaan we echt winnen. Ja, ik heb er heel veel zin in. En ik heb zin om de leraar een klein beetje klein te maken. Ga je ze er ook mee plagen als je op school bent? Misschien. Welkom allemaal bij deze wel heel bijzondere wedstrijd. Welke leerling heeft het niet eens willen opnemen tegen hun leraar? En vandaag mogen deze jongens en meisjes dat gewoon doen. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. De wedstrijd is verdeeld in drie verschillende parcours. Aan het eind worden alle tijden bij elkaar opgeteld. En wie dan het snelst is, wint de battle. Bij het eerste parcours moeten de deelnemers de sloot over ter Waterbrug of Touwrek. Dan volgt het gezamenlijke zaklopen, de pittige stormbaan en als klapstuk moeten ze door die vieze sloot heen. Gadverdarrie! Het eerste parcours gaat beginnen. Natuurlijk verwacht ik dat jullie veel beter tijd zullen maken als de juffen. We hebben goede tegenstanders, ja? Zag ik al. Ja. Ja. Oh nee! Ja, zijn sterke mannen. Ja, zijn snelheidsblijvers deze, dus het wordt pittig, maar ja, we gaan ervoor. Dus het is niet zo dat jullie met z'n tweeën lopen en hem achterlaten, bij wijze van spreken. Met z'n drieën finishen. Dus help elkaar. Hey, Ida gaat in het midden en dan ga jij voor. We moeten snelheid rennen. Oké, we gaan dit winnen, jongens. We gaan dit winnen, man. 3, 2, 1, go! En we zijn gestart. De leerlingen kiezen voor het touwrek, terwijl de leraren over de waterbrug gaan. Dat betekent gelijk natte voeten voor Cindy, Jantien en Millie. En Cindy is als eerste aan de overkant, maar Elijah, Gillius en Jaylene zitten daar op de hielen. Millie is nog op handen en voeten door de sloot aan het waden, maar ook zij is nu aan de overkant. Dan het zaklopen. Het is natuurlijk zaak om dit echt als team te doen, is kijken wie het beste op elkaar is afgestemd. Oh, daar struikelt Gillius al. En ai, daar gaan de leraren ook naar de grond. Ze vallen wel als een team, dat wel. Oh, daar gaat Cindy weer. En nu rennen naar de stormbaan. Als eerste het houten muurtje, eens even kijken of de juffen dat ook kunnen. Help elkaar, help elkaar, help elkaar, helpen, helpen. Goed zo, help elkaar, goed zo Cindy. Ze werken goed samen, maar het blijkt wel lastig om er overheen te komen. Ja, heel goed jongens. De jongens gaan er heel lenig overheen en die nemen een duidelijke voorsprong. Ja, heel goed. Terwijl Jantien als trap fungeert, is Team Oranje al bij de over en onders. Dat ziet er soepel uit, mannen. Waar zijn die van jou? Die zijn al thuis. Nou, Ron, thuis zijn ze nog niet, maar ze gaan al wel de buizen in. Je mag ook bovenop de buizen klimmen, maar glijden gaat toch wel sneller, denk ik. Zo, die wordt nog even goed aangeduwd. En ja hoor, hij gaat er doorheen. Maar waar zijn de juffen? Oeh, de dames hebben het zwaar op dit parcours, maar geven alles. En dat is toch mooi om te zien. Kom aan dames, eroverheen, kom aan, eroverheen. En de onderdoor, eroverheen, kom aan, jullie kennen het. Kom aan, heel goed. Kom aan, Cindy. Ah, daar gaan de jongens al de moddersloot in. Vaak is het een voordeel om als eerste erin te springen, want dan is de modder nog niet zo omgewoeld en is het water nog net iets schoner. Al lijkt dat hier niet veel uit te maken. De juffen zijn nog steeds met een inhaalslag bezig. Hoeveel tijd gaan die hier verliezen, lijkt nu de vraag. Kom aan, jongens, help elkaar. Kom aan, twee handen. De jongens zijn aan de overkant, maar wat is dit? Ze rennen door. Nee, jongens, de finish is op het rondje. Ja, binnen. De tijd staat. En daar komen de juffen aan. Millie duikt er vol in, maar weet nog niet hoe ze er weer uitkomt. De juffen waden naar de overkant, maar die kant opkomen is zo makkelijk nog niet. Ah, kijk, dat is aardig van de jongens. Die helpen hun juffen gewoon. Mooi om te zien. De juffen zijn ook allemaal binnen. 20 seconden later, dat wel. Maar juf Cindy lacht nog steeds. Ja, applaus. Nee.
Jongen, het was een pittige strijd. Kom aan, tik hem aan. Die blubber was wel erg. We waren veel sneller dan hen, dus we hadden hun uitgespreid. Wel verloren, maar met opgeven. Dit modderbad krijg je voor ons cadeau. Is heel goed voor je huid. Die de modder uit de neus kan halen. Op naar het volgende onderdeel. Parcours 2 begint met de Tarzan Swing, maar als je de overkant niet haalt, wordt het zwemmen. Dan moeten ze weer een stuk hindernisbaan doen waarbij ze onder dit net door moeten. En dan één van deze gangen kiezen om naar de overkant te komen. Of gewoon zwemmen natuurlijk, door het vieze water. Dit is een heel moeilijk parcours. Het voordeel is, jullie zijn klein, tenger. En jullie kunnen dus overal doorheen veel beter dan zij. En zij moeten veel meer gewicht meenemen. Bij de banden kunnen we zeker winst pakken als we elkaar goed helpen. Ja. Toon als eerste op en dan probeer jij mij op te tillen, want jij bent de langste van ons. Heel misschien goed. Pak jij hem dan. Dat is heel goed, als je maar goed overlegt. Oké, we geven alles, want dan zijn we terug in de race. Oké, let's go. Dit moeten we winnen. 3, 2, 1, go! En we zijn begonnen. De eerste leraar en leerling liggen alweer in het water. Leerling Mustafa heeft de touw niet goed teruggegooid. En dus lopen de kids hier een kleine achterstand op. Want Lotte is ook al aan de overkant en de leraren kunnen dus door. Breten heeft duidelijk geen watervrees en duikt erachteraan. Jongens, lopen! De leraren zijn inmiddels aangekomen bij de Monkey Swing en hier zullen de spieren toch echt even getest gaan worden. En de kinderen zijn ook weer op bedrogen en rennen erachteraan. Toon is de kleinste van het stel, maar hoeft dus ook het minste te dragen naar de overkant. Toch handig. Toon, kom. Kom maar. De kinderen hebben aardig wat goed gemaakt en duiken tegelijk met de leraren onder het net. De leraren zijn er toch weer als eerste uit. En duiken onder de latjes door naar het laatste onderdeel toe. Maar de leerlingen zitten zo op de hielen. Ja, kom op, Juri. Kom op, Bas. Juri en Bas kiezen het hangtouw om de rivier over te komen. En Lotte gaat voor de klimmuur. Zo, dat gaat snel hoor. De kids moeten nu wat achterstand goed maken. En Toon weet nu dat hij goed is in aan zijn armen swingen. Dus die doet dat gewoon nog een keer. Maar de leraren zijn binnen. Kijken wat het verschil met de kids wordt. Brighton haalt het niet en moet het laatste stuk zwemmen. Maar goed, nat was hij toch al. Kom op, jongens, kom op, eruit. En ze zijn binnen 10 seconden na de leraren. Lekker gedaan, jongens. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, we gingen echt top. Samenwerking, toch? Ja. Koud? Nee, hè? Hey, man, jullie krijgen wel een 5 van mij. Hoor. Goed gestreden, kom aan. Heel goed gedaan, jongens. Hatsa. Ik wil geen high five, veel te nat, vies. Ja, het einde ging ook echt snel. Hè? Volgens mij hebben we best wel wat tijd ingehaald. Mm-hmm. Oké, op naar het laatste onderdeel. Het wordt echt spannend. Ja. Het laatste parcours alweer, waar de deelnemers de brede rivier 2 keer over moeten. En dat kunnen doen op verschillende manieren. Door te slingeren met de zipline of van touw naar touw te klimmen. En dan zijn er verschillende muurtjes en dan kan je overheen of onderdoor. En dan nog een keer over de rivier via de balken. Als jullie in de buurt zouden komen bij hun, dan winnen we sowieso. Lopen we eerder daar, dan hebben we sowieso, denk ik, gewonnen. We hebben alvast koppeltjes gemaakt van hoe we over de bepaalde bal, over een balk gaan. Dat soort kleine elementen moeten ervoor zorgen dat wij de overwinning naar binnen slingeren. En kijk, daar als je het eenmaal invalt, gewoon zwemmen. Iedereen, Atta. Veel succes, hè. Oké. Hey, dat slingeren schijnt toch wel echt heel snel te gaan. Dat is als het lukt. Maar bij de eerste val ik al, hoor. Dat, Drie, 2, 1, go! De leraren staan dus nog slechts 10 seconden achter op de leerlingen. Dus het kan nog alle kanten op in deze finale. En de deelnemers geven dan ook meteen alles. Oh, directrice Danielle voorspelde het al. Nu ligt ze in het water. De meiden hebben de zipline gekozen. Snel als je eenmaal hangt, maar dan moeten de hengsels ook weer terug. En dat kost tijd. Het gaat gelijk op. Gymleraar Vincent heeft de moeilijkste route gekozen, lijkt het. Maar zo kan hij natuurlijk wel zijn spierballen laten zien. Oh, hij is er toch ingevallen. Maar hij is er bijna. De leerlingen kunnen doorrennen, maar de leraren zitten er vlak achter. Nee. De kids gaan toch een stuk sneller over dit soort obstakels heen. En vooral Nisa schiet vooruit. Alleen leerling Amaya gaat toch net wat langzamer dan haar teamleden. En omdat de tijd van de laatste telt, is het nog steeds spannend. Het gaat om de laatste. Helpen! Ga helpen!
Ja, Nisa gaat terug om haar teamgenoten te helpen bij de muurtjes. Go, go, rennen! Kom op, leraren! Amaya is aangesloten bij haar team en de leraren liggen iets achter, maar blijven wel goed georganiseerd. De meiden zijn begonnen aan de balken en kijk eens, die doen dat met een hele handige strategie. Maar dan moet je elkaar wel goed kunnen vertrouwen. En de leraren komen onder het laatste muurtje vandaan. Kunnen zij deze achterstand nog goed maken? Oh, de leraren kijken af bij de leerlingen. In de klas mag dat niet, maar hier is het wel slim. En ze gaan gelijk hard de balken over. Het wordt nog spannend! De kinderen winnen het derde parcours niet! Wat een mooie strijd was dit! Geweldig! Ik hoor echt overal gehijgen. Het stinkt naar blubber. Iedereen is kapot. Ik moet even zeggen, de leraren hebben het fantastisch gedaan. Maar door de voorsprong van de eerste race... Ja! Nu als directrice kan je nog met de leerlingen omgaan. Zo. Ja, een beetje beginnend. Ja. Goed gedaan. De backup. Ga je nou de leerkrachten plagen? Ja, wat ga je zeggen dan? Zij hebben gewonnen, jullie. Zo is het. Zij hebben gewonnen. En omdat we 20 jaar bestaan, komen er veel meer van dat soort leuke battles. Dus check onze Insta en onze YouTube en alles checken. Tot volgende week! Er komen nog veel meer. Dus, goed gedaan, hè?